Ik ben Mick en ik ben ambassadeur van de Jonge Helden Academie. Ik denk dat jongeren een groeiende druk voelen om de juiste studiekeuze te maken, omdat het aanbod qua studies steeds groter wordt, maar jongeren minder de tijd en de vrijheid krijgen om te ontdekken wie ze nou precies zijn. Ik heb de druk zelf ervaren doordat ik 2 keer aan de studie ben begonnen en ook 2 keer gestopt ben. En dan ga je inderdaad wel aan jezelf twijfelen. De hulp die ik op dat moment nodig had, was dat er iemand eigenlijk samen met mij kon kijken van goh, oké, waar sta je nu precies en waar wil je naartoe en welke studie past daarbij. Daarbij ben je nog ontzettend jong. Het is ontzettend moeilijk om op deze leeftijd al precies te weten wat je nou wil en waar je naartoe wil. Des te belangrijker is het dus dat er een plek is, zoals de Jonge Helden Academie, die je de tijd en de vrijheid en de ruimte geeft om dat te ontdekken.